We hebben wat Google Pay-fans in de reacties gevonden. Die vragen zich af wanneer het nou naar Nederland komt voor hun bank. Rian, hebben we nieuws voor ze? Ja, zeker. Er is goed nieuws als je gebruik maakt van ABN AMRO. Want zij hebben onlangs toegezegd dat ze ook Google Pay gaan ondersteunen. Ja, sorry, maar ik moet de video even onderbreken. Want wat we niet wisten toen we de video aan het opnemen waren, is dat ABN AMRO vandaag Google Pay lanceert in Nederland. Ben je klant van ABN AMRO en wil je Google Pay gebruiken? Ga dan naar de link in de beschrijving van deze video voor meer informatie. En natuurlijk voor de mensen die Bank, N26 of Revolut gebruiken, hebben we ook al goed nieuws gehad, want daar kun je Google Pay al mee gebruiken. Ja, en je hoeft trouwens de Google Pay app in die gevallen niet te downloaden. In Nederland werkt het een beetje anders. Je hoeft het niet te downloaden. Het zit ingebouwd in Android en je gebruikt dan de app van de bank zelf. Daar zit Google Pay dan in. En dan zijn er ook nog banken die contactloos betalen ondersteunen zonder Google Pay. ING bijvoorbeeld. Dus dan kun je met hun bankieren app toch nog in de supermarkt contactloos afrekenen als je dat wil. Igor stelde ons de vraag waarom we in Nederland nog steeds niet de gevoeligheid voor Google kunnen aanpassen. Nou, Igor, ik heb goed nieuws. Dat kan later deze maand. Dan vind je in de Google Home app een schuifje en dan kun je aangeven hoe gevoelig bijvoorbeeld je Nest Mini is voor Hey en dan Google. Als je Nest Mini bijvoorbeeld in de buurt van de tv of de radio staat, dan kan het wel eens zijn dat hij denkt dat hij het hoort, omdat hij eigenlijk iets van de tv hoort. En dan kun je zeggen, nou, even iets minder gevoelig. Maar misschien woon je wel in een huis waarbij je regelmatig Hey en dan Google zegt en dat je denkt, zo goed reageert hij niet, dan kun je hem weer gevoeliger maken. Dus later deze maand komt dat naar Nederland, dat je zelf de gevoeligheid van het wake word, zoals we dat noemen, kunt instellen. Ik kreeg een e-mail van Joachim, vond ik wel leuk. Hij zit in 2TO HAVO. En wat moet hij nou kiezen qua wiskunde als hij bij een high-tech bedrijf zoals Google wil werken? Wiskunde A, B of D? Wat denk jij, Rian? Voelt een beetje als een quiz, multiple choice. Ja. Ja. Ik denk dat het heel erg ligt aan wat je wilt doen. Als je bijvoorbeeld in marketing wilt werken, dan heb je een heel ander profiel nodig dan wanneer je bijvoorbeeld programmeur wilt worden. Welke wiskunde heb jij gedaan? A1. Oké, nou, ik heb A1-2 gedaan. En dus niet B. Je denkt misschien vaak bij een techbedrijf, dan heb je wel B of D nodig. En ja, het ligt er dus inderdaad maar net aan wat je wil gaan doen. Maar eigenlijk is veel belangrijker nog wat je kunt. Niet zozeer wat je op school hebt gedaan, maar ja, waar ben je goed in? En ik denk dat je goed moet zijn in het oplossen van problemen. Dat is één ding. En je moet ook gewoon een goede teamgenoot zijn eigenlijk. Hè? Als je niet lekker kunt samenwerken met andere mensen, dan wordt het best wel lastig om bij een techbedrijf of eigenlijk welk ander bedrijf dan ook te gaan werken. En problemen oplossen en teamspeler zijn, ja, daar heb je niet per se wiskunde voor nodig. Al kan het wel helpen natuurlijk. Peter zegt, ik ben steeds mijn wachtwoord kwijt. Dan moet hij weer een nieuw wachtwoord aanmaken. Wie kan me helpen zodat ik het niet meer vergeet? Peter, wat een topvraag. Ik heb hier zelf ook best wel last van. Want op een gegeven moment heb je zoveel wachtwoorden dat je het gewoon echt niet meer kan onthouden. We hebben daar wel een oplossing voor bij Google. Je kan namelijk in Chrome kan je de wachtwoordmanager gebruiken. Daar kun je zowel je wachtwoorden opslaan als dat die slimme wachtwoorden voorstelt die hij dan opslaat. Dus dan hoef je zelf niks meer te onthouden. Wordt het daar gewoon veilig opgeslagen. En dan de volgende keer kun je gewoon heel makkelijk inloggen zonder opnieuw je wachtwoord te moeten aanmaken. Zo simpel eigenlijk, hè? Check de link die nu in beeld staat voor meer informatie over de wachtwoordmanager. Bamsi had goed gekeken achter een sheet en zag daar een playbutton en vroeg zich af, is die van Google? Nee, dit is van mijn eigen YouTube-kanaal. Ik heb een kanaal waarop ik uitleg hoe je beste taarten kunt bakken. En die heeft inmiddels meer... Nee, ik kan echt niet koken. Dat is echt slecht. Maar nee, het is wel voor ons kanaal. Inderdaad, ik pak hem even, ja? Ja, dat is goed. Zo... Nee, dit is kijk. Is het een beetje licht, hè? Maar kijk, hier kun je het wel een beetje zien. Voor ons kanaal is het de Silver Play Button toen we 100.000 abonnees hadden. En dat is alweer even een tijdje terug. Ik denk een jaar of 3 misschien. En toen kregen wij dus zelf ook een, zoals u officieel heet, een YouTube Silver Creator Award. Nou, daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. Dus die zet ik graag in beeld natuurlijk. Ja, en zit je dit nou te kijken en heb je nog niet geabonneerd, dan is dit natuurlijk het perfecte moment om dat te doen. Dus abonneer je. Absoluut. En heb je een vraag aan Google, laat die dan achter als reactie onder deze video. En wie weet zie je je eigen vraag voorzien van een antwoord terug in een volgende video. Naast Google Pay fans vonden we ook Rick. En die is heel erg fan van Google Stadia sinds kort. Ja. En die vroeg zich af, hoe kan het dat de interactie zo absurd snel is? Terwijl alles vanuit de cloud gebeurt en dat heel ver van zijn huis is. Ja, daar is wel hard aan gewerkt. Volgens mij een jaar of
8 om Stadia zo snel te maken dat je dus een spelletje kunt eigenlijk spelen in een datacenter. En dat de beelden dan zo snel naar je tv of naar je telefoon of je tablet gestreamd worden. Dat het gewoon lijkt alsof je gewoon een computer in de kast hebt staan. Zoals bij een ouderwetse traditionele console, zeg maar. Ja, hoe kan dat? Ik heb hier een blog, is super technisch, Rick, dat spijt me vast. Die dat uitlegt hoe dat nou allemaal kan. Maar op elk denkbaar stukje technisch terrein is er wat gedaan om het zo snel te maken dat je dat gewoon prima kunt spelen. Dat begint al dus bij de Stadia controller die al aangepast is daarvoor. Er zijn aanpassingen in het datacenter gedaan, aanpassingen overal waar je het maar kan bedenken om het zo snel te maken. Dus als het misschien een regenachtige zondag is een keer, check even die blogs. Leuk om te lezen. Dus kort samengevat, het is gewoon magisch. Leuk hè, ik heb nu zo'n knoppenpaneel hier. Ik vermaak me daar echt mee. Oké. Verbaast me nog dat je dat niet elke 5 seconden gebruikt, eerlijk gezegd. Nee, ik doe mijn best. Maar weet je wat het ook is? Die knopjes zijn best wel lekker om in te drukken. Dus ik moet ook, als wij bijvoorbeeld vergaderingen op werk hebben, moet ik niet per ongeluk erop drukken. Want ik weet niet of iedereen dat kan waarderen. Als je, weet ik veel, met je baas in een meeting zit en je doet ineens... dit kan dan wel, maar dit niet. Ja, het ligt er heel erg aan waar het over gaat ook, ja. Toch? Ja, dat is waar. Dat is waar, inderdaad. We hebben nog meer oplettende kijkers. Bijvoorbeeld Joan en Leon. Die zagen we bij jou, Rian. Nee, je hoeft eigenlijk niet super oplettend te zijn, want ze zijn wel goed in beeld. Hè? Die sneakers van jou, dat ze zo tof zijn. En ook de vraag, hoeveel zijn het er eigenlijk? Nou, in de kast zijn het er ongeveer 16. Ik weet niet of je ze allemaal kunt zien. Maar 16 paar dan? 16 paar. 16, ja. 16 vakjes, 16 paar. Er staan er nog een paar onder en die ben ik aan het verkopen. En degene die ik echt heel vaak draag, die staan naast de deur. Want dat is het makkelijkst. Dus ik denk dat ik er in totaal een stuk of 25 of 30 heb of zo. Maar dat zijn alleen sneakers dan? Ja. En dus je hebt ook vast nog misschien wel hardloopschoenen of andersoortige gelegenheden? Ja, nee, ik doe niet aan hardlopen. Maar ik heb bijvoorbeeld wel sportschoenen. En ik heb nog wel een paar... Ja, weet je, ik heb eigenlijk niet zo heel veel normale schoenen. Ik heb nog wel een paar hakken staan. En misschien een paar, meer zomerschoenen. Dus je komt misschien wel aan de 30 paar. Oh, van schoenen. Ja, nee, dat is wel boven de 30. Meer dan 30, wauw. Ja, wow. Ja. Okay. We kregen ook een vraag over Wear OS. Namelijk, wat is de toekomst daarvan? Dat is een goede vraag. En als jij deze video kijkt op de dag dat we hem uploaden, dat is 18 mei, dan weet je misschien dat vanavond Google I.O. plaatsvindt. Dat is een grote conferentie voor iedereen die producten maakt voor bijvoorbeeld Android of Chrome, noem maar op. En daar brengen we altijd heel veel nieuws naar buiten. En wie weet zit er wel iets in over Wear OS. Dus als je op je horloge kijkt, ziet het is 18 mei, het is nog niet 7 uur 's avonds. Ga dan zeker even kijken. Zoek even op Google I/O, dat is Google I.O. En dan kun je zien wat de nieuwste aankondigingen zijn en of daar iets tussen zit over Wear OS, wie weet. Geen bloopers deze keer. Geen bloopers? Denk het. Moet ik dus... de vraag stellen? Wil... Google Stadia Controller. Oké, doe jij Rick. Heb jij nou ook een vraag aan Google? Stel hem dan in de vragen onder de video. Heb jij nou ook een vraag aan Google? Hoeft niet over... Hou op! Heb je nou ook een vraag aan Google? Mag over van alles gaan, hoeft niet per se over Google te gaan. Laat hem dan achter in de reacties onder deze video. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Als je abonneert, dan krijg je meer. En dan ben je dus de eerste die het weet als er iets nieuws is. Bijvoorbeeld zoals 2 weken geleden, toen de nieuwe Nest Hub uitkwam. Tot snel! Tot gauw! Doei doei!